Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een nieuwe aflevering van de Harry Potter Generations, de race van alle games. We zijn nu bij Harry Potter 1, het is tussen mij en Rusty Ox. Yes! Woe. We zijn er, we mogen nu gezellig de ingrediënten gaan halen voor toverdranken. Zeker. Ja. Dat vinden wij leuk om te doen. 100%. NL. 100% NL. Ja, het is toch allemaal zo leuk. Ja, het komt allemaal wel goed. Wel ja. Beetje explosieve coach hier, een beetje explosieve coach daar en dan hebben ze allemaal. Explosieve coachje overal, Specifico. Ja, daarom. En dan op een gegeven moment hebben we alle ingrediënten en dan kunnen we naar bed. Want blijkbaar kunnen wij gewoon naar bed. Potter, vertel eens. Wat krijg ik als ik gemalen afvaldeel... Dus ja, weet jij het antwoord, Milan? Ja, krijg je dan niet een wolfsbane potion voor Weerwolf? Niet alles, of wel, als jij zegt? Meneer Potter. Je hebt toch wel de ingrediënten die je moest verzamelen. Zeg, jij bent er beter dan ik, dus... Ik heb de wiggeweld... ik heb de vuurwerkplant. Oh, wat zijn dit dan? Doxies. Oh. Ah, nee! Aardmannetjes. Waar is de deur? Waar is de deur? Waar is de deur? Maak hem af! Maak hem af, Doxies! Kill hem! Kill hem! Mijn camera is gebukt! Yeah! Goed zo, camera! Ik geloof in jou! Oh, top. Hij is weg. Jammer. Maar ja, weet je wat ik ook nog zag? Ik zag ook nog iets anders. Jij zag een geheime tunnel. Ja, dat ook. Maar weet je waar die tunnel mij naartoe brengt? Naar een andere geheime tunnel. Naar een tovenaarskaart. Hagrid, jij hey Harry, wil jij ruilen? Weet je iets over die hond op de derde verdieping? En die kaart is. Hoe weten ja, dat is niks nieuws. Hij is van mij. Ik heb hem vorig jaar in de Oh, ik heb Merlijn. En ik heb hem aan perkamenten. Merwijn. Als bewaker van ik dacht al, Merlijn's baard. Nee. Niks. Ja, nee, maar ik heb Merwijn heb ik. Ik dacht Merlijn, maar het is Merwijn. Ja, ik houd het allemaal niet meer bij. Al die mensen hebben hier doorheen de namen. Waarom klinkt die naam zo bekend? Had ik niet mogen zeggen. En dan doen we nog eventjes Spolsifico. Kan deze fans zijn kop niet een keer dicht houden? Die lijkt zo tegen Hagrid, hè? Zeker zo tegen Hagrid. Hagrid kan de vinkentering krijgen. Zolang je maar niet zo tekeer gaat tegen PS1 Hagrid, dan heb je de hele Harry Potter community tegen je. Nee. Zeggen, PS1 Hagrid is love. En een alcoholic. Wow. En een zware alcoholist. Wow. Hoe durf je dat tegen PS1 Hagrid te zeggen? Nou, ik mag het zeggen, want ik heb de PS1 versie gedaan, de Steen de Wijze. Dus mag jij hem gewoon maar uitschelden? Is dat hoe het werkt hier? Nee, ho. Ik zeg dat puur om het feit dat hij... Hij neemt jou mee naar de weg, is weg voor ingrediënten voor die draak. Ja. Voor Norbert. En vervolgens moet jij al het werk doen en gaat hij Butterbill op... Ik ben dood. Ha! Gaat hij Butterbill op zuipen? Opnieuw, vanaf hoofdstuk 1 moet je nu... Hoofdstuk 1 nog wel. Ja. Nee, daarom. Moet jij geld regelen? Zal hij vervolgens een beetje Barbeer lopen drinken? Ja. Ja, ik vind het niet echt helemaal eerlijk. Ik vind dat heel eerlijk. Wel? Ja. Wauw, een kist met één smackie. Ja, dat is toch met waard. Ik heb een vuurwerkplant. Dat is niet normaal meer. Oh. Hé, raak gewoon dat ding, joh. Hier, een jette. Ho. Is hij dood? Zo, wat het duurt voordat hij beseft van... Oh ja, wacht, ze zijn dood. Doxies. En veel ook. Het. En deze jongen uit alle drie de ingrediënten binnen. Dat je zo wil winnen. Zeker wil ik zo winnen. Ja, dat dacht ik wel. Vals spelen zeker van Paddy geleerd.
Ja, als je het van iemand moet leren, kun je maar weten van de beste leren. Precies. Maar ja, ik moet nou helemaal teruglopen. Hé, niet normaal, joh. Gerechtigheid. Ja, dan moet jij zo meteen ook, dus ja. Minder gerechtigheid. Wat? Ja, het is toch niet eerlijk, hè? Nee, dat is gewoon heel sad, is dat. Ho, gaan we doen? Oh. Oeps. Jij moet hier, jij moet daar en jij moet daar. Nee. Alles goed. Ja. Ja, knoppencombinatie invullen, hè? Dat gaat nooit goed. Oh, ik kan hier gewoon opklimmen. Het gaat helemaal fout gewoon. Dat hoopte ik al. Ja, het is toch niet te doen. Het gaat zo fout! Het gaat zo fout! S-U-P-R, F-O-U-T. Ja, nou, ik ben ver genoeg terug. Dat is van Phineas en Ferb. Ja. Phineas, Dodge en Ferb, en we kappen ermee. 49 punten, het Hufflepuff gewoon. Jij een solid straight 100 points. Ja, solid gewoon. Solid. Raffeklauw derde, let's go! Gadverdamme. Kijk, gewoon 11 punten boven Zwadrecht. Schors van de wiggenboom bewaken. Zoals het hoort. Specifico. Zo hoort het gewoon. Echte mannen staan gewoon boven. Wow. Ik ga gewoon bovenaan. Nee, ik ga even naar Fred en George, even die smekjes opmaken. Fred en George. Oh nee. Weet je wat leuk is, Milan? Nou, wat is er leuk? We hebben de dolfijn! Waarom is dat leuk? Ik ben sarcastisch. Oh, waarom is dat niet leuk? Omdat het ellende is. Dan moet het... Don't you like ellende? Oh! Back! Rennen, Harry, rennen! Nee, want je moet, hij moet zijn klop slaan op de Specifico ding. Wat is dit? Stinkels. Hoef ik niet. Nee, ik ben dood. Oh, gerechtigheid. Wow. 50! Ze zijn duur hier. Ah, dat verklaart een hoop. Het is smacky smak. Dat verklaart echt een hoop. Ja, het is het bedenken van de smekjes en alles maken. Specifico. Ja, zeggen, mijn smekjes zijn weer op, dus kunnen we bijsparen. Sparen. Oh. Hoe heeft hij mij gezien? Hoe kan hij mij gezien? Ik snap het wel. Toch een boekenkast? Dat valt gewoon heel erg op. Hij raakt mij gewoon de boekenkast. Man speelt gewoon vals. Man het wolheks. Wij zijn fine, droog en purple, zijn we kapper ermee. Nee! Hoe dan? Ik ga let het patent uit! Vriend, leave me alone! Leave Britney alone! Nee, ik zou zeggen, ik stap letterlijk de ding uit en dan komt hij aan met loco automotors. Niet normaal, echt een disrespect. Oh, fijn. Nee, je moet nog een hele stuk teruglopen, Milan. Ondertussen ga ik naar het Halloweenfeest. Leuk. Let's go to the party! Ook te zeggen, waarom staat Roeschul? Kan je niet gewoon einde dag doen, zeg maar? Nee, kan niet. Kan niet. Oh, dat kan wel. Ja, ik kan wel. Vuile bitch. Jij bent een vuile bitch. Ben jij wel een vraag tafereel aan het doen? Oh, dit moet het ding voorstellen dat hij die dingen langs gaat. De
Oh, de house van de house van het ding, hè? Mensen, ik weet niet hoe dit voor elkaar krijgen, maar middelen heeft de game gebugd. Ja. Yeah. Dat kan ook alleen de one and only Milan Shiny's prijs. Ik heb voor de zekerheid eventjes wat paddy bugs erin gezet. Of wat paddy cheats. Misschien dat ik daar ook aan binnen. Ik zeg, ik ben nog op het Halloween feest. Maar hoe was de blauwe lucht? Fantastisch. Oh, mooi. Troll! Troll in de kerkers! Oh, wauw. Volgens mij heeft hij in de film een hele andere tekst. Want hij zegt troll in de kerkers, troll in de kerkers. Ik zeg het maar even, hij gaat dan neer. Ja. Yeah. Wij zijn fine droids en verbots en we kappen ermee. Snape. Snape gaat vandoor. Snippa. Ja. Snape gaat er gewoon tussenuit, Milan. Dat kan toch niet? Nee, dat kan echt niet. Nee, echt. Hoe durft hij? Van een docent. Terwijl Perkament zegt, de leraar, ga met mij mee naar de kerkers. Volgens mij daar gewoon tussenuit. Wow. Waar is het dames toilet ook alweer? Bij de deur van dames toilet. Vraag het aan jou bij de Diana, zou ik zeggen. Nou, wij lopen nou dezelfde deur door. Leuk. Ja, alleen loop ik lekker de andere kant over. Is het hier? Nee. Is het hier? Nee, hier is het ook niet. Ron, waar is het? Een paddekadaver! Is het wel hier? Nee, het is nog omhoog. Is het hier? Waar is Ron? Waar is Hermeline? Het was wel hier, Ron! Echt, zeg dan niets! Jij zei, waar is Ron? Op mijn scherm. Waar is Hermeline? Zit ze er al de hele middag te huilen. Ja, ik voelde het gewoon. In de kerkers. Troll in de kerkers. Ik zeg het maar even. Troll in de kerkers. Een troll. Stil alsjeblieft. Geen paniek. De klashouders met een afdeling. Zou ik ga nu de rails overtreden. Iemand net is kapot gesmeten. Ik bedenk me net. Hermeline, wat is er met haar? Ze weet niks van die troll. Zo, wat een prachtige troll. Paddy is in deze game? Nee. Zo. Nee. Dat is een grapje. Zo, de disrespect ook meteen. Dat is pas als Dobby drinkt, Dom. Ja, dat is het volgende stuk. Oké. Okay. Nou, Milan, prettige wedstrijd. Dat is ook weer een beetje de bedoeling. Je moet... Hij moet zichzelf slaan door op de sponsivico te slaan, of niet? Ja. Was het de eerste verdieping? Ja, hè? Tweede. Wacht, hoezo heb ik mezelf geheeld? Ik ben van 0 naar 1 ineens vol HP gegaan. Ja, dat je zo wel het vals wil spelen. Ik zal even aan Perdy vragen wie volgende keer zijn cheatcodes niet meer naar jou wil geven. Ah, ja, is goed. Waarom moet ik trouwens met stinkbommen? Ja, nu ben je dood. Letterlijk naar beneden! Loserboy! Hoe is die troll binnengekomen? Weet ik veel, ze zeggen dat trollen oerstom zijn. Ruik jij ook iets? Die troll zit niet meer... Wat een onzin! Ik spring letterlijk alleen naar beneden! Hermeline! Hermeline! Oh nee toch! Oh nee, Hermeline! Hermeloni, hoe durf je? Zit hier ergens toevallig een pompoentaartje of zo? Nee. Oh ja, toevallig wel. Meteen de eerste. Hermeline, lopen! Hij is verdoofd. Lopen, Hermeline. I did a gapje.
Ja, Hermeline, als jij gewoon niet hier naartoe moest, had het probleem nooit ge... Oh. Oké, okay, ik waarschuw je, hij kan met stenen gooien. Ja, dat mag best. Dit is best moeilijk. Oh ja, absoluut. Oké, okay, ik zit op de helft. Kom dan. Dit is echt kut. Oh, ja, ik miste. Ik miste de Specifico. Ik miste, ik faalde. Ja, en dat is 3/4. Ja, lekker Harry. Dus schiet even een flipendo op zijn gezicht. Volgens mij heb ik hem. Goed zo. Nee, bijna. Ik moet hem nog één keertje. Oh, oké. Okay. Milan, ik waarschuw je. Als hij bijna dood is, hij kan speedrunnen. Volgens mij heb ik hem. Ja, ik heb hem! Ladies and gentlemen, we got him. Wel trusten. Ja, hij heeft zichzelf een paar keer op zijn kop geslagen, joh. De troll is verdoofd. Ga door. Oh, wat? Ineens uit niets gaat er een deur open. Ik wil nog wel eventjes dat... Oh, oké. Okay. Er ligt hier ineens een kist met een tovenaarskaart erin. En update. Specifico. Oef. Milan, een tip. Ga op de Specifico dingen staan. Dan gaat hij ronddraaien met die stok. En dan schieten. Specifico. Oh. Ja, je moet alleen maar een stukje teruglopen dan. Specifico. Specifico. Hey, ik heb een tweede litteken. Nice. Yeah! Oh, moet je hem dan helemaal opnieuw doen? Ja, als je dood bent, moet je hem helemaal opnieuw doen. Oh, dat is kut. Gespecificeerd gedeelte te laten raken. Dan veert ze knots terug en slaat hij zichzelf voor zijn kop. Ga door, Harry. Hij wordt al zwakker. Ja, juffrouw Griffel. Ja, je bent halverwege, Milan. Je bent halverwege. Specifico. Kijk, zie je wat de tip wel niet goed kan doen, hè? Specifico. Dan moet je hem nou nog één keer. Oké. Okay. Specifico. En als het goed is, was dat hem. Ja, dat was hem. Nice. Easy. Ja. Wat een tipje wel niet goed voor kan zijn, hè, Milan? Ja. Nice. Oké, okay, ze haalt 5 punten van Hermeline af, maar geeft Ron en Harry 5 voorbij per persoon. Hoppatee. Cool. Ja, dus uiteindelijk hebben we maar 5 punten winst gemaakt. Maakt niet uit. Puntjes zijn puntjes. Puntjes zijn inderdaad puntjes. Goed. Aardig van haar dat ze ons uit de brei hebt. Harry, wie heeft hier dat ding knock-out geslagen? Echt wel. Ja, lekker Ron. Steek weer die stok even door je ogen. Daar zijn Ronnen voor. Wel. Om de stok door zijn oogbollen heen te steken. Ja. Waarom kwam ik daar nou niet op? Nou, ik zei... Ja, dan moet je waarschijnlijk een iets sterkere lossen. Oké. Zo, hallo Sunshine. Specifico. Oh ja, we hebben nou toverdranken. Kom er weer niet op.
Ja, we mogen de spullen inleveren die we gehaald hebben. Jee. Specifico. Oh, de tijd is voorbij. Ik stop. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.